Het is weer eens 5:30 hoor. En vandaag last minute roadtrip samen met Neil en Charlotte. Zo, het is nu 6:30, uurtje onderweg. En nu al in Hengelo. Zo, 7:10 nu op station Hengelo. Goedemorgen. Goedemorgen. We wachten op de trein richting Zutphen. En de bussen tussen reizen. Koffie, Neil en tijd voor lintje. Dus nu even een loungebank sessie. Ja. Super lelijk station. Hier moeten wij overstappen op de bus naar Noorderkempen, want geen treinen naar Antwerpen. Nou, als je niet weet waar je heen moet, staat wel lekker duidelijk aangegeven. Zelfs Jo Schotten kan dit nog allemaal zien. We zijn in Noorderkempen en we hebben ticketproblemen. En ik word heel zenuwachtig hiervan. Zo, we zitten nu in de Sirootje naar Antwerpen Centraal. Wij zijn in Antwerpen. Tijd om Panos te plunderen. En... onze trein is er. Intercity naar Charleroi. Met de Giro. Oh, 1,5 uur in de kut de Giro. Oh, wat shit. Echt niet leuk. Tijd voor lunch. Ik heb ook lunch. Ik heb een broodje met kip en kalkoenspek. Station Charleroi. Ooit het industriële hart van België en nu heeft het een hartstilstand. En toen zaten we in een tram. Twee Nederlandse toeristen in een Franstalige Belgische stad. Dit is wel echt een van de gaafste tram-metrolijnen die ik ooit heb gedaan. Onze volgende trein, de Intercity naar Namur en Liège-Palais. En wij hopen eigenlijk zo erg dat wij geen De Giro krijgen. Neil, wat is jouw ervaring met de Deense neus tot nu toe? Nou goed. Okay. Als je alle triestheid nog niet hebt gehad, hier station is je met Pjusambre. We rijden hier donders traag omdat ze hier een weerstation aan het bouwen zijn. Het treintje naar Maastricht is er en ik heb mijn friet nog steeds niet op. We zijn nu in IJsden, oftewel we zijn weer in Nederland. Niet leuk. Ik hang in een firm. En die overstap op Maastricht werd zo kort door alle vertraging. Pils. Uurtje verderop, bijna in Eindhoven. Ik ben dondersmoe.
Nou, toen zaten we in een DDZ. Zes bakken doorheen gebanjerd, omdat het ding zo verschrikkelijk vol zit, dat wil je niet weten, jongen. Gewoon zes bakken doorgebanjerd. De eerste bak ingestapt, stuurt aan het rijtuig en dan zitten we in de motorwagen achterin. Ik heb hier geen zin meer in. Goed voorbereid op reis. Ik heb nog een beker melk. Lopend naar huis, want ja, overstap gemist in Hengelo, want plus 2. Dat is bij plus een halve minuut al genoeg. Een bus gemist daardoor, maar ja, wel Doerum gehad. Doerum was even lekker, want die friet in Luik, dat was niet te vreten. Het is nu 9:30 geweest. Einde van deze video. Laters.